De winnaar is... Ik heb hem net gesproken. We gaan hem straks allemaal ontmoeten. En ik zou hem heel graag de hand schudden. Nou, wat we graag gaan doen is dat we dus kennis gaan maken met alle andere ministers. Succes. Dag. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink komt op voor de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. Ik als minister van Gehandicaptenzaken vraag 15 miljoen euro van dit kabinet voor mensen net als ik met een beperking. De minister van Gehandicaptenzaken die hier ook aanwezig is, ik zag hem net binnenkomen, die geeft aan dat slechts een kwart van de gemeente een lokale inclusieagenda heeft. Wat ik heel graag zou willen is dat we in de Tweede Kamer een vragenuurtje krijgen, mag van mij twee keer per jaar, voor mensen met een beperking, zodat ze de vragen kunnen stellen aan de bewindspersonen die verantwoordelijk zijn. Ja. En de bewindspersonen ook weten wat er speelt in de levens van deze mensen. De brief van de schaduwminister van Gehandicaptenzaken, meneer Brink, bevestigt mijn vrees dat met name de decentralisaties van beleid heeft geleid tot de verslechtering van de leefomstandigheden van mensen met een beperking. Sinds zijn aantreden in juni 2019 heeft hij 80 interviews gehouden en zocht hij verbinding en samenwerking met 110 maatschappelijke organisaties om Nederland inclusiever te maken. Het is een enorme eer dat ik hier vanmiddag ook bij mag zijn bij de lancering van Kidsproof Plus. Wij zijn niet onze beperking, wij zijn ons talent. Toch zou het zijn als we aan het presentatieteam iemand toevoegen die goed kan presenteren en die ook een beperking heeft. En dan aan wie denk je? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan Lucie Webber. Mijn ouders hebben me altijd opgevoed met de mindset van Rick, je moet ervoor gaan, je moet de kansen pakken die je krijgt. En daar ben ik enorm dankbaar voor. 80% van de kijkers vindt dat ze door de minister van Gehandicaptenzaken anders zijn gaan kijken tegen mensen met een beperking. Wat ik graag zou willen is dat mensen met een beperking, dat die aan tafels komen van talkshows. En waarbij ze niet praten over een beperking, maar juist praten over het talent wat ze hebben. En ik denk dat als tv-programma's dit beter zouden doen, dan is dat ook een heel goed voorbeeld voor de rest van de maatschappij. Dat als iemand in een rolstoel komt solliciteren, dat je die misschien een keertje aanneemt. Het is heel bijzonder voor mij om een keer mee te maken. Ja. Je reist, kijk naar de participatiewet. Het bestaat uit diverse doelgroepen. Hè. Dat als je iedereen gaat verplichten voor een tegenprestatie, dan gooi je al het maatwerk op slot. Ja. En niet iedereen is in staat in dit land om een tegenprestatie te leveren. Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking makkelijker aan het werk kunnen komen. Ja. Wat vinden we ervan? Ik vind het te gek. Is het goed aan de zin? Ja hoor. Rick Brink, gehandicapte ambassadeur, beoogt dat ook kinderen met een beperking kunnen spelen in de speeltuin om de hoek. We gaan naar het stadhuis. We gaan praten over de speeltuinen voor kinderen met een handicap. Voor mij is het niet meer nodig, maar voor de kleine kinderen die na mij komen is het wel echt een uitkomst. Hij staat eronder, we kunnen niet meer terug. Heel mooi. Echt super.